Vervoersverbod na MKZ-uitbraak Engeland. Zoektocht naar drenkeling bij Opheusden. Zwemtocht afgelast na giflozing in Maas. Goedenavond. Het ministerie van Landbouw heeft vanmiddag maatregelen afgekondigd na de uitbraak van MKZ in Engeland. Op een rundveebedrijf bij Guildford werd gisteren het virus aangetroffen. In 2001 werd Nederland zwaar getroffen door mont- en klauwzeer. Toen moesten er vooral op de Veluwe honderden duizenden dieren worden geruimd. De nieuwe uitbraak is dan ook hard aangekomen bij de boeren. Ik dacht, oh jee. Ja, het is, dit zijn nooit leuke berichten. Zeker niet als het zo dichtbij is. Nou, ik denk dat met name op de Veluwe, waar we hier vlakbij zitten, behoorlijk wat schrik in de benen is gekomen. Dat is heel spannend, want we denken natuurlijk toch allemaal terug aan 2001 onwillekeurig. En dat was een hele nare tijd. MKZ komt in grote delen van de wereld voor. Maar sinds 2001 is er in Europa geen grote uitbraak meer geweest. Het virus is gisteren gevonden op een rundveebedrijf in het zuiden van Engeland. De schrik zit er goed in, omdat er, vooral op de Veluwe, nauwe contacten met Engeland zijn. Dat heeft te maken met dat er veel kalvermesters op de Veluwe zitten en veel kalveren geïmporteerd worden vanuit Engeland, Verenigd Koninkrijk. Voor de veehouders in Gelderland is het nu vooral een kwestie van afwachten. LTO adviseert veehouders om hun dieren te controleren op verdachte symptomen van het virus. De eerste symptomen zijn een verlaagde melkproductie, misschien koeien met koorts. Vervolgens uitvloeien uit de neus, speeksel, omdat ze veel meer speekselproductie gaan produceren. En vervolgens kunnen ze blaren krijgen in hun bek en rond de spenen. En die blaren die zit daar. En nu is het gewoon mooi wit, maar daar zouden eventueel rode vlekken kunnen ontstaan en dan zijn de blaren. Het ministerie van Landbouw heeft een vervoersverbod voor rundvee, schapen, varkens, geiten en herten afgekondigd. Dieren mogen alleen nog rechtstreeks naar de slachterij. Een export van dieren en vlees en zuivel uit Engeland is verboden. LTO noemt de maatregelen uitermate vervelend, maar begrijpt het wel. De hobbydierhouders zijn blij. Nou, ik vind dat goed nieuws. Kijk, hoe meer beperkende maatregelen er worden genomen in Nederland, hoe beter het is. Als het virus hier uitbreekt, mogen de dieren gevaccineerd worden. Of de dieren dan, net als in 2001, weer massaal geruimd worden, is nog niet duidelijk. Hier is alles geruimd, maar ze hebben de mijnen vergeten. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik weet niet of ik de volgende keer weer zo gelukkig ben. Hulpdiensten hebben vanmiddag gezocht naar een tiener in de Rijn bij Opheusden. De jongen is waarschijnlijk overleden. Het slachtoffer was samen met zijn vriend aan het varen toen hun bootje plotseling omsloeg. De vriend kon zich in veiligheid brengen, maar de jongen ging kopje onder en kwam niet meer boven. De gealarmeerde hulpdiensten hebben het gebied uitgekampt op zoek naar het slachtoffer. Bij de zoektocht is ook een helikopter ingezet. Tegen de avond was de jongen nog steeds niet gevonden. Wel zwemmen of niet zwemmen? Dat was de grote vraag vandaag voor de organisatie van de zwemtocht op de Maas bij Batenburg. In verband met een giflozing in België raadde de overheid af om in de rivier te zwemmen. Uiteindelijk besloot de organisatie de tocht dan ook af te blazen. Hier had het allemaal moeten gebeuren. In het haventje van Batenburg zouden tientallen deelnemers te water gaan voor de 3,5 kilometer lange Jan de Koele zwemtocht. Maar wegens een ernstige vervuiling in de Maas kan het evenement niet doorgaan. Het zou de 23e keer zijn en we hebben zoveel enthousiaste mensen die er graag in meedoen. Maar ja, wij durven het risico niet lopen om nou te zeggen van we gaan toch zwemmen. Die druk is te hoog. Vanmorgen vroeg werd bekendgemaakt dat een chemisch bedrijf in België 80 kilo giftige onkruidbestrijder in de rivier had gedumpt. Bij IJsden in Limburg kwamen de dode vissen meteen bovendrijven. De deelnemers aan de tocht waren zoveel mogelijk afgebeld. Toch kwamen nog enkele naar het café waar ze zich moesten inschrijven. Ze geloofden niet dat het niet door zou gaan. Ik denk nog steeds een grapje is, van wij kwamen langs de fines en dan zijn ze alles in orde aan het maken. Dus dat was er wel weg geweest dus. Ik ga toch vanuit het doorgaat. U bent overtuigd? Ik langzaam maar zeker begin ik toch het idee te krijgen dat het zou kunnen kloppen. Tenzij je ook het complot zet, maar. De bedenker en naamgever van de tocht wist ook van niks en kwam helemaal uit Amsterdam. Hij bedacht de zwemtocht 23 jaar geleden. Op een woensdagavond, op mijn vrije dag, zat ik hier aan de bar. En toen zou ik dus naar huis gaan. Ik zeg, maar geloof maar dat ik naar huis zwem. Toen zei iemand, dat kun jij niet. Ik zei, kan ik wel. En zo is het, heeft het een aanloopje gekregen. Als troost bood café-eigenaar en organisator van Den Hoofdakker iedereen een consumptie aan. Met de belofte dat de zwemtocht verplaatst wordt naar 25 augustus.
Om de verwarring compleet te maken werd aan het begin van de middag bekendgemaakt dat er weer in de Maas gezwommen kan worden. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de dood van een 48-jarige man uit Tiel. De man werd gisteravond zwaar gewond op straat gevonden in de Tielse wijk Rauwenhof. Vermoedelijk heeft hij een inbreker betrapt en is hij bij die confrontatie ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is even later in het ziekenhuis overleden. Tijdens de open dag van AGOVV dachten de fans vandaag maar aan één ding. Het kan alleen maar beter dit seizoen. Vorig jaar eindigde de Apeldoornse betaald voetbalclub namelijk als laatste in de Jupiler League. En dat terwijl de club een paar jaar geleden nog ambitieus aan het betaald voetbalavontuur begon. Zo slecht als volgend seizoen kan het niet worden eigenlijk. Dus, het kan alleen maar beter. Ja, daarom. Als we dit jaar weer rond de middenmode eindigen, dan hebben we in ieder geval beter gaan dan vorig jaar. Dus je kan alleen maar progressie maken in mijn ogen. Omhoog kijken dus. Ja, omhoog kijken. En meer als je stinkende pest kun je niet doen. De fans houden hoop, maar het is duidelijk dat het niet goed gaat met AGOVV. De club eindigde vorig seizoen op de laatste plaats. Daarnaast is er nog steeds geen nieuw stadion. Hier zou het moeten komen, maar door weerstand en allerlei procedures is er nog geen steen gelegd. En dat terwijl volgens kenners het nieuwe stadion essentieel is voor de toekomst van de club. Zonder stadion geen inkomsten, zonder inkomsten geen salarissen, zonder salarissen geen spelers. Nou, je kunt het zelf bedenken, zonder stadion is AGOVV verloren. Interim-directeur Victor Doorn is ervan overtuigd dat AGOVV in 2011 in een nieuw stadion speelt. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Ik verwacht ook op de plek die wij voor ogen hebben. We zullen best weerstanden moeten overwinnen. Maar dat geeft niet. Het is een goede plek. We kunnen daarmee geld genereren. Daar ook weer daarna de sportieve prestaties te verbeteren. En we gaan er gewoon voor. Een ander pijnpunt is dat niemand in Apeldoorn warm lijkt te lopen voor AGOVV. Per wedstrijd zitten er zo'n 1500 man op de tribune. En dat terwijl vriend en vijand het erover eens zijn dat de Apeldoornse club wel degelijk mooi en verzorgd voetbal speelt. Je moet ook niet onderschatten dat wij in 71 gestopt zijn met betaald voetbal hier in Apeldoorn. In 2002 weer begonnen. Dus ik mis 31 jaar. Dat zijn twee generaties die niet met hun vader hier op de tribune hebben gezeten in de korte broek. Dus je moet gewoon weer opnieuw opbouwen vanaf de jeugd. En dat duurt iets langer dan we gedacht hadden. De vraag is hoe het verder moet met AGOVV. De club die in 2003 nog zo ambitieus begon met het voornemen om snel naar de eredivisie te promoveren, lijkt nu op een cruciaal punt te zijn aangekomen. 2 voor 12 zullen we het zo houden. Dit seizoen moeten echt stappen gemaakt worden, anders kun je beter terug. Nee hoor, de organisatie is inmiddels zo stabiel. De spannende tijden hebben we gehad. We hebben afgelopen jaar sportief ook financieel tegenvallers gehad. Die hebben we overwonnen en we gaan weer met vertrouwen de toekomst in tegemoet. Straks, de Tour de Oude Jan is vandaag begonnen. En dat is, anders dan de naam doet vermoeden, een wieleronde voor jongens tussen de 10 en 15 jaar. Dat ziet u straks. Nu eerst nieuws in het kort. Het besluit van de gemeente Apeldoorn om de Zutphense straat te verdubbelen en bomen te kappen is door de rechter vernietigd. De gemeente heeft volgens de rechter te weinig gekeken naar de toename van fijnstof. De verdubbeling zou nodig zijn omdat de Zutphense straat een toegangsweg wordt naar het Omnisportcentrum. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen het besluit. De politie heeft gisteravond in Duiven een 32-jarige Hagenaar aangehouden. De man had zichzelf in de achtertuin van een woning aan de Pinksterbloem met benzine overgoten en in brand gestoken. Het vuur doofde vanzelf. De Hagenaar is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam vermoedelijk tot zijn daad vanwege relatieproblemen. Een man heeft gisteravond rond 9 uur een opticien in de Beukerstraat in Zutphen overvallen. Hij bedreigde de medewerker met een mes, bond hem vast en eiste geld. Het slachtoffer wist zich na een half uur te bevrijden. De overvaller ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Een 15-jarige jongen uit Barneveld heeft bekend dat hij de oorbellendief is die de afgelopen weken actief was in het dorp. Hij zit vast. 4 meisjes werden op straat van hun oorbellen beroofd. Met grof geweld zijn de sieraden uit hun oren gerukt. 3 meisjes raakten gewond. Het motief van de jongen is nog niet bekend. Dit is het resultaat van een dagje schilderen in Bronkhorst. Tientallen amateurschilders hebben vandaag hun impressie van het dorp op doek vastgelegd. De schilderdag is onderdeel van kunstschilderevenement Kleurenpalet van de Achterhoek, dat dit jaar voor de 7e keer is gehouden. Vanmiddag is in Velp de 48e editie van de Tour de Oude Jan van start gegaan.
Het deelnemersveld van ruim 90 jongens tussen de 10 en 15 jaar oud maakt de komende week op de fiets een ronde door Nederland. Naast het sportieve element gaat het bij deze wielerronde ook om de gezelligheid. De rennetjes van Tour de Oude Jan verzamelden zich vanmiddag bij de sporthal in Velp. Nadat burgemeester Van Wingerden het peloton had toegesproken, ging men in kolonnen naar de startlocatie voor de eerste etappe. Een ploegentijdrit. Dus een kilometer of 4-5 heuvelop richting de postbank. En ze moeten samenwerken om een goede tijd neer te zetten, want de eerste drie renners die binnenkomen, die tellen. 2-1, stoppen! Er is bewust gekozen om met een ploegentijdrit te beginnen, om zo de nodige teamspirit te kweken bij de jongens. Want het gaat tijdens deze ronde ook vooral om de gezelligheid. Ja, omdat we dit jaar niet op vakantie konden, wou ik toch wat leuks doen. Ja, je zit heel veel op de fiets en ja, het is gewoon leuk om te fietsen. De hele dag zo lang fietsen krijg ik er een zere kont van, maar dat is op zich niet zo heel leuk, maar de gezelligheid is wel heel leuk. Nou, de wedstrijden en alles wat je eromheen doet, gewoon en dat slapen en alles, gewoon alles is wel leuk. De Tour de Oude Jan dankt zijn naam aan de kerktoren de Oude Jan in Velp, waar de wielerkoers vroeger begon. De ronde bestaat nu bijna 50 jaar. Het is de 48e Tour de Oude Jan, dat betekent 48 jaar geleden opgericht. Destijds begonnen om een paar vakantiedagen, goedkope vakantiedagen te regelen voor jongens. Voor minder bedeelde jongens. Maar inmiddels is het uitgegroeid naar een geweldig wielerspektakel. Tijdens de etappes worden de renners begeleid door echte motoragenten. Die zorgen dat de weg vrij is voor het peloton. Soms lijkt dit een beetje op de echte Tour de France. Kunnen we bij jullie wielerronde ook een dopingschandaal verwachten? Bij Rabo altijd, hè. Dus ik zou het niet weten. We worden niet gecheckt, dus net als de echte Tour is de Tour de Oude Jan tegenwoordig een internationale aangelegenheid. Zo doen niet alleen jongens uit heel Nederland mee, maar ook uit België, Duitsland en Tsjechië. Tijdens de ploegentijdrit komen sommige teams niet eens meer binnen als groep. De eerste etappe is meteen flink afzien. Zeker 43 km per uur de hele tijd gereden. Ook met afdaling en opbouw. Dus ben je nou niet moe? Ja, heel erg. En morgen moet je weer? Ja, nou, ja, dan ben je al lang uitgerust. Dan eet je gewoon goed 's ochtends broodje mee en hop. En dan ga je weer gewoon als de oude weer tegenaan. Morgen rijden de rennertjes van Velp naar Zeewolde. Volgende week zaterdag finisht de tourcaravaan van Tour de Oude Jan weer in Velp. Ook een slokje, hè? En morgen zal het ook zwaar zijn, want dan wordt het nog warmer. Volop zon de komende dagen en een stijgende temperatuur. Daarna wellicht weer wat regen. En wanneer dat is, horen we van Amara Onwuka. Dag dames en heren, een hele goede avond. We krijgen wat mooie dagen, maar na maandag wordt het allemaal weer wisselvalliger. Gaan de temperaturen een stuk naar beneden toe. Ik zou zeggen, nog eventjes genieten van dat mooie strandweer eigenlijk. Vanochtend deed deze ooievaar dat ook. Genoot van de zonsopkomst, liep een beetje parmantig over de weg. Is uiteindelijk wel weggejaagd door de fotograaf, want er kwam wel verkeer aan. Wat waarschijnlijk op weg is richting het zuiden. Deze tweede zwarte zaterdag. Deze tweede zwarte zaterdag begon mooi en eigenlijk bleef dat de hele dag zo. Blauwe luchten geldt overigens voor een groot deel van Europa. Wel een beetje rustig dus op de markten en door de straten heen. Desalniettemin gewoon gezellig hoor, met mooie bloem te voorgrond en ook nog wel genoeg mensen. Maar er zijn dus wel een hoop mensen vrij. Geldt niet voor het dierenrijk, daar moet gewoon gewerkt worden. Deze spin was daar hard mee bezig en helaas voor die vlieg is het de laatste dag. Heeft hij dat mooie weer dus niet mee kunnen maken. Want mooi was het vandaag ook weer. Een gat in de bewolking. Nederland lag daarin. Hoge drukgebied. Storingen die ten noorden van ons richting Scandinavië trokken. Hebben we dus niets mee te maken. Van dichtbij resulteert dat in het volgende plaatje. Dus wat lichte sluierwolking. Voor de rest gewoon mooie blauwe luchten. Geldt ook voor vanavond. Blijft nog lang mooi terrasjes weer. In de loop van de nacht zakt de temperatuur richting de 15 graden ongeveer. In de Betuwe misschien iets minder warm of iets koeler. Blijft helder en dat geldt ook voor morgen. Mooie blauwe luchten, veel zon. Misschien goed insmeren als je niet gewend bent aan de zon. Want de zon blijft de hele dag schijnen. En UV-index die is erg hoog. We gaan ook richting de 30 graden. Tropische temperaturen dus. Mooi strandweer. Misschien een van de randmeren, een van de plassen.
Misschien wilt u wel naar Scheveningen of Bloemendaal. Het is in ieder geval lekker weer om lekker aan het water te gaan liggen. En dat geldt ook voor maandag. De eerste helft van de dag ziet er nog goed uit. Tweede helft van de dag toenemende bewolking. Het zuidwesten van Nederland heeft er overigens al vrij vroeg mee te maken met regen- en onweersbuien. Die komen in Gelderland pas einde van de middag, begin van de avond. Temperatuur heeft dus nog behoorlijk op kunnen lopen. Richting 29 graden. Is op dinsdag wel anders? Hebben we te maken met een storing die over Gelderland blijft liggen? Behoorlijk wat regen, niet zo heel veel zon. Temperatuur ligt een stuk lager, 21 graden. En ook woensdag wisselvallig weer, af en toe zon, behoorlijk wat buien. Hooguit een graadje of 20. Zometeen kunt u kijken naar een herhaling van de Torenkamer van vorig jaar. Vandaag het interview van Peter van der Hout met schrijfster Lydia Rood. Nog een fijne avond. Ze zijn jong. Ze zitten boordevol hormonen.